De rode loper lag uit voor het pand op de hoek van de Coolsingel en de Aart van Nesstraat voor de fans van Omar Mooney. En die verdrongen zich in grote getalen om de exclusieve tassen van de jonge ontwerper te mogen bewonderen. Mooney kwam op 9-jarige leeftijd als vluchteling uit Somalië en is 15 jaar later een gevierd designer. Onder andere Hillary Clinton en Jane Fonda zijn gesignaleerd met zijn handtassen en ook Nederlandse vrouwen lopen met hem weg. Burgemeester Abu Talab knipte gisteravond het lintje en Mooney-adepten Leontien Zeilaert en Inge de Bruin zijn helemaal in hun nopjes. Ja, het is gewoon design en het is zo mooi afgewerkt en zo mooie materialen en het is niet een standaard tas. Dus ja, dat is wel mooi. Dat is gewoon een sieraad. Ik vind het gewoon heel erg mooi en ik gun het hem ook echt van harte. Als je net hoort wat de burgemeester Abu Talab en hij zelf ook aangaf wat voor achtergrond hij heeft, waar hij vandaan komt, echt van niets. Daar heb ik heel veel respect voor. Hoewel Mooney een Hagenees is en veel van zijn klanten uit Amsterdam en omgeving komen, heeft hij toch bewust voor Rotterdam gekozen. Ik merkte dat mijn klanten vooral uit Amsterdam en uit Rotterdam kwamen. En toen ben ik rondjes gaan maken en ja, ik kwam dit tegen, Rotterdam, een jonge en dynamische stad. Dat is ons merkje ook. En zeker die deur en altijd ijzerwaren, dat wilde ik gewoon echt, dat moest bij het merk. En hoe exclusief een Mooney handtas ook is, vergeleken met een Hermès of Louis Vuitton, is hij best betaalbaar.